29 december, Jongsleden heeft een enorme brand het speelhuis verwoest. Op dit moment is men druk bezig om alle puin te ruimen. Maar wat nu als je kaartjes hebt gekocht of een abonnement van het speelhuis? Vind je dat het speelhuis zou bouwen moeten worden? Natuurlijk. Tuurlijk, waarom natuurlijk? Ja, dat is een mooi gebouw, hè? Ja? Ja. Veel herinneringen? Wel eens geweest, ja. Ja, het hoort bij Helmond. Is het vandaag? Natuurlijk wel. Ja, waarom vindt u dat? Omdat het speelhuis hoort bij Helmond. Is een markant gebouw. Je zal zoveel hier weggooien. Ja. Ik vind dat er gebouwd moet worden zoals het, met het model zoals het was. Er is geld genoeg. Moet het geld waar ergens anders, kunnen ze nu Helmond Sport vergeten en de speelhuis herbouwen? Nee. Nee? Waarom niet? Op een andere locatie. Het is veel te klein. Ja. Ja? Ja. Volmondig ja. Ja. Waarom? Ja, weet je niet. Is het toch wel herinneringen of zo die je daar hebt? Ja. En misschien ook, ja, het is ook zonde dat hij weg is. Het was best een mooie, ja, het is hoort bij Helmond, zeg maar. Wethouder, de mensen op straat die we geïnterviewd hebben, willen graag het theater herbouwd hebben, het speelhuis. In hoeverre is dat mogelijk? Ja, zou die vraag maar zo makkelijk met ja te beantwoorden zijn, hè? Dan waren we ook zo klaar. Dan was het een kwestie van zorgen dat je de verzekeringsgelden int en dan opnieuw weer begint met opbouwen. Maar zo simpel ligt het niet. Wat we in ieder geval weten is dat de fundamenten zodanig zijn aangetast dat er waarschijnlijk gewoon echt sprake van zal moeten zijn dat het speelhuis gesloopt zal moeten worden. Mm. Is het vervolgens de vraag van wat doe je dan met die locatie? Ja. Als je gaat herbouwen, hebben we te maken met allerlei bouwvoorschriften die gelden volgens deze tijd, hè, voor de normen die in deze tijd gelden. Mm. Als we dan kijken naar het speelhuis, dat is in 1977 opgeleverd onder hele andere normen. Mm-hmm. Andere normen voor wat betreft duurzaamheid, andere normen voor wat betreft veiligheid en materiaalkeuze en al dat soort zaken. Vanaf volgende week gaan we heel zorgvuldig een aantal scenario's op tafel leggen. Een van de scenario's is herbouw inderdaad mogelijk? Mm-hmm. De originele staat terugbrengen. Yeah. En een scenario kan ook zijn dat we wellicht op diezelfde plaats op een iets andere manier die ruimte gaan invullen. Met een wel eigentijds of ander gebouw. Een volgend scenario kan zijn dat we een soort speelhuis maken op een andere locatie. Dus we gaan een aantal van die scenario's naast elkaar leggen. En dat doen we in alle zorgvuldigheid. We zullen dat ook goed communiceren naar buiten, dus en naar de gemeenteraad toe, maar ook naar andere belangstellenden die graag willen meedenken. Mm-hmm. En ik nodig ook iedereen uit om met ideeën te komen. Is er al gesproken over een andere locatie? Ja, natuurlijk. Hè. Vanaf een dag na de brand mm-hmm. werd er al direct gespeculeerd over allerlei mogelijke locaties. Over herbouw met aanpassingen, over een compleet nieuw gebouw. Dus al dat soort scenario's, al die mogelijkheden, die zullen wij uiterst zorgvuldig op een rij zetten. Allemaal op hun waarde gaan beoordelen en uiteindelijk de juiste keuze maken. En dat betekent dat we een gebouw krijgen wat toegerust en toegepast wordt, zeg maar naar de schaal van Helmond op cultureel gebied. Wat een duidelijke aanvulling is op het culturele bestand wat we al hebben. En een gebouw wordt waar we met z'n allen straks weer hartstikke trots op zijn. Dat is ook zeker de bedoeling. En dat is absoluut de bedoeling. Tot en met 15 januari zijn alle voorstellingen afgelast. Logisch natuurlijk, maar ook die voor de Scalazaal. Nu zijn er al enkele alternatieven geboden, waaronder optreden in de Lambertuskerk. Hier heeft het Brabants Orkest al opgetreden. Mocht u nu kaartjes hebben voor de voorstellingen van het speelhuis tot en met 15 januari, kunt u die naar onderstaand adres terugsturen. Kaartjes voor de voorstellingen in de Scalazaal zijn gewoon geldig en zullen doorgaan. Hoe jammer en spijtig het ook is dat het speelhuis verloren is gegaan, er zal vast iets heel moois voor terugkomen.